Elk jaar geven wij aan heel veel clubs in de Langstraat een bedrag. Dat hebben ze bij elkaar verdiend door, via Rabo Club Support. Wij vinden het heel belangrijk dat wij clubs en verenigingen op het gebied van cultuur en sport ondersteunen. Dat doen we door Club Support. Clubs en verenigingen, stichtingen hebben dit jaar weer massaal gestemd. Dat vinden wij hartstikke leuk. De clubs zijn helemaal vrij om zelf te bepalen waar het geld heen gaat. En wij hebben alle vertrouwen in dat dat wel besteed is, zeker in deze tijd. Het is een actief transfermiddel. Iemand kan nog wel een beetje staan zelf. Gaat met zijn voeten op het plankje. Dit kan weggeklapt worden. Kan iemand gaan staan. En daarna kan het er weer achter, kan iemand erop gaan zitten. En dan kunnen we iemand al zitten verrijden. Nou, ik ben hier bij RKDVC en daar hebben ze net een heel groot bedrag mogen ontvangen. Meer dan 3000 euro. Maar er zijn ook wat kleinere stichtingen die bijvoorbeeld een bedrag van 100 euro hebben ontvangen. Totaal hebben we 200.000 euro mogen uitgeven. En wat we elk jaar doen is dat we de checks persoonlijk komen overhandigen bij de clubs. In dit geval zouden we dus bij 360 clubs zijn langs gegaan. Dat kan uiteraard niet in deze coronatijd. Dus toen hebben we nagedacht, oké, wat kan wel en wat gaan we nu doen? En toen kwam onze marketingafdeling op een heel leuk idee. De regio Waalwijk-Tilburg is ook de logistieke hotspot van het jaar. Nou, en hoe mooi is dan als je dan op innovatieve manier in deze tijd via een drone die check kan bezorgen. En dat hebben we gedaan.